Yo, ik ben Dennis. En ik ben Sterre. En vandaag zijn we bij het dolfinarium. Nou, hier is dus het dolfinarium, daar zo achter. Ja. En hier zo wordt gebouwd. Daar worden nieuwe huizen gemaakt. En ja, we wouden even zeggen over het dolfinarium, want dat hoorden jullie vast ook wel. Ja, het was... In het nieuws. Ja. En er kwam over de dolfijnen dat ze als circusartiesten werden behandeld, of als circusdieren. En dat ze niet goed werden behandeld. Ja. Maar dat vind ik zelf eigenlijk helemaal niet zo. Nee. Want ja, ze hadden het heus niet gedaan als ze het niet leuk vonden, lijkt mij. Ja. En ja. En als ze niet zomaar 1, 2, 3 groter plaats voor hun ja, zou kunnen komen, ja, dan kan dat gewoon niet. Dan komt dat later wel, lijkt mij. En als het niet zou komen, ja, oké. Okay. Dan snap ik dat wel. Ja. Maar ik vind het wel een beetje belachelijk. En als je, ja, hun zitten zelf fout die opgekomen zijn voor de dolfijnen. Hun zitten zelf fout. Want je mag helemaal niet doen. Je mag niet achter het terrein van de bezoekers. Dan mag je niet eens filmen gewoon. Ja, dat is ook niet handig. Hun moeten als eerst worden gestraft. Ja, dus hun zitten zelf gewoon fout. Maar, want ja, je mag ook niet gewoon doen alsof je een stagiair bent. Want dan neem je hun ook in de maling en dat heeft hun dan weer tijd gekost. Want misschien hadden ze dat in die tijd, was misschien wel een groter een zwembad voor die dolfijnen kunnen regelen. Dus dat vind ik zelf ook heel dom. Ja, het is gewoon niet slim van hen. Want die dolfijnen, die hoeven helemaal geen grote hoop. Dat maakt ons niet uit. Maar, nou, ja, anderen kunnen het wel vinden. Ik denk dat het hun ook niet uitmaakt, maar... Want hun zwemmen er gewoon leuk, ze krijgen genoeg eten, ze hebben genoeg plezier. Want anders hadden ze gewoon allemaal echt niet gedaan hoor. Ja. Dus. Zou en, ik ook doen. Daar staat zo'n hele grote man. En daar gaan wij ook even heen, maar er staan wel fietsen omheen, dus het wordt een beetje lastig. Ja. Maar dat maakt niet uit, maakt niet uit. Komt niet uit. Even naartoe rennen. Zijn er. Dit is die man. En als je ook tegen die mensen bent van dat ze genoeg ruimte hebben en alles, dan mag je dat belonen met een duimpje omhoog en in de beschrijving zetten. En dan zeggen we allebei later!